Mijn gast, het is alweer november, het jaar zit er bijna op, dus we moeten gaan vooruitblikken op volgend jaar. Want voor je het weet ben je alweer aan het terugblikken op vorig jaar. Nou, met wie kunnen we dat beter doen dan komiek, schrijver, trendwatcher en taalprofeet Ronald Snijders? Geen idee, dus laat je horen voor Ronald Snijders! Wow. Ja, dit is een ontvangst, toch? Lekker publiek. Ja, toch? Ja. 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 Ik zeg bewust schrijver en komiek. Ja. Want, begreep ik, er is nog een Ronald Snijders. Er is nog een Ronald Snijders. Ja, dat is een dwarsfluitist. Ja. Ja. Misschien kennen ze hem. Het is een jazzlegende, kun je zeggen. Het is een Surinaamse man van begin 70. Ja. Dat ben ik niet. Nee. Nee. Misschien nee. Waren er 30 mensen teleurgesteld toen ik je naam scandeerde en jij binnenkwam. Zou kunnen, ja. Zou kunnen. Nee, ik ben dus ook een theatertour aan het doen. Ja. En hij treedt ook overal op. Oeh. Dus dat is best verwarrend. Ja. Ja. Ja, maar dan treedt hij bijvoorbeeld ergens op en dan staat er Ronald Snijders komt. Ja. En dan denken mensen dat ik het ben. Ja. En dan gaan ze daar niet heen. Dat is heel lullig. Super jammer, want hij zegt een veel betere fluitist dan ik. Ja. Ja. En ik heb hem zo ontmoet ook. Het is een hele leuke man. Ja? Ja, toen zei hij ook dat hij ontzettend van mijn naamgenoot. Oh. Dit, mooi. Dit brengt mij meteen... Je bent niet alleen komiek, maar je demonstreerde meteen. Nou, je bent ook een taalvirtuoos, mag ik wel zeggen. Jouw comedy is grotendeels gebaseerd op taal, toch? Zou kunnen. Ja. En je hebt ook een schrikkelkalender gemaakt, zag ik. Die hebben we hier. Ja. Schrikkelkalender van 2024. Klopt. Samen met Vedo van Eldijk. Ja. Wat kun je vertellen over de schrikkelkalender? Nou, die doen we sinds 2016, maken we de schrikkelkalender. Ja. En onze uitgever, dat is De Harmonie. Ja. Dat was vroeger de uitgever van de bescheurkalender van Verkoot en de Bie. Oh, legendarisch. Dat is legendarisch. Ja. En die vroegen ons, wil je ook een scheurkalender? Wil u dat maken? Ja, een scheurkalender. Ieder jaar... 750 pagina's voor en achterkant. Oh ja. Maar toch, hé, een schrikkelkalender. Ah. Dat is 1 in de 4 jaar. Ja, wat slim. Dus... Ja, ik zeg altijd voor minder dan 366 dagen doen we het niet. Nee, nee. En staat februari er ook in? 19 februari, die staat er dan net niet in. Oh. Ja, dat is dan eventjes jammer dat je daar nu net over begint. Oh. Nee, want verder is die super dik. Ja. Alles zat erin. We hebben wel 2 keer 1 maart. Hebben we. Oké. Okay. En dat heeft ook geen enkele andere kalender. Nee. Nee, we hebben echt... Hij schikkelt maar door. Want we beginnen bijvoorbeeld het jaar al. We hebben bijvoorbeeld ook een 13e maand. Als ja. Enige kalender. Ja. Heeft geen enkele kalender. Wij beginnen al op kerstavond met pre-januari. En dan heb je natuurlijk eerste kerstdag. Dan eerste, tweede kerstdag. En later in het jaar natuurlijk nog tweede, eerste kerstdag. En tweede kerstdag. En wat is de langste dag van het jaar bijvoorbeeld? 21 juni. 21 juni? Ja. Duurt bij ons 2 dagen. Ja, wat leuk. Wanneer ben jij jarig? 22 oktober. Staat erin. Nou, wat heerlijk. Ik ga hem houden, denk ik. Ja, dat is leuk. Maar... Jij als taalprofeet noemde ik je net. Wat kunnen we van 2024 verwachten? Heb je bepaalde trends? Nou, ja, precies. Ja, ja? Je hebt bijvoorbeeld, je kent natuurlijk wel gevleugelde uitspraken. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, I have a dream. Mm-hmm. Martin Luther King. Yes. Of het is een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid. Ja. Neil Armstrong. Ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Johan Cruijff. Mm-hmm. Dat zijn allemaal gevleugelde uitspraken. Ja. Maar er zijn ook citaten van beroemdheden... die helemaal niet zo bekend zijn geworden. Nee. En dat zijn ongevleugelde uitspraken. Ja. En dat wordt helemaal de trend van 2024. Oh, ja. Heb je voorbeelden? Nou, bijvoorbeeld... komende dinsdag kan ik niet, anders wordt het die week erop. Winston Churchill. Ja, dat is natuurlijk. Ja, ze kennen hem. Ja. Ik zie het lipje niet, hoe moet dit open? Nelson Mandela. Nou mag ik weer met de iPad.
Arnon Grunberg. Het zijn allemaal van die... Ja, dat wordt een trend. Dit wordt een trend. Iedereen gaat dit soort uitspraken doen volgend jaar. Ja. Ik ben zelf ook altijd nieuwsgierig naar het woord van het jaar. Daar is altijd iedereen heel erg druk mee. Ik denk jij, als taal geïnteresseerde, waarschijnlijk ook. Het woord van dit jaar? Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk nog... Bezig. Ja. Voor volgend jaar weet ik het wel al. Oh, kijk zo. Ja. Want het is natuurlijk een schrikkeljaar. Dus je hebt veel meer dagen. Ja. En dus ook veel meer woorden. Ja. Ik zat te denken aan kinderwinst. Kinderwinst? Kinderwinst. Ja. Wat is dat? De opbrengst van een kind. Minus de kosten. Ja. En, dat is meestal niks. Dat is meestal niks. Nog meer kanshebbers? Nog meer kanshebbers. Ja, daarzegger. 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 Ja. Dus iemand die de waarzegger antwoord geeft. Daarzegger. Ja. En vaarraadsel. Vaarraadsel. Dat denk ik ook wel. Vaarraadsel. Ja, wat is dat? Het is een Duits raadsel, waarbij de oplossing altijd een fiets is. Dus ik zou maar zeggen, es ist keine Banane. Is het een vaarraad? Ja. Ja. Voor dit jaar, denk ik, van 2020. Het wordt er geweldig, ja. Het staat ook allemaal in die schrikkelkalender, dus het staat allemaal vast al. Ja. Kunnen we niet meer veranderen. Nee. Jij kwam hier ook binnen vanmiddag met een USB-stick. Want jij voorspelt ook een trend op het een muziekspel. Ja, een muziekspel. Vraag en antwoord in de popmuziek. Leg uit. We hebben het hierin gezet. Ik kan je er misschien doorheen leiden, of jij mij. Nou ja, ik zat even, je hebt natuurlijk de Beatles begonnen op een gegeven moment te roepen help. Ja, die heb ik. I need somebody help. Ja. En toen dacht ik... Is er niet iemand in de popmuziek geweest die antwoord heeft gegeven? Ja. Die John Lennon tot hulp is gekomen. Ja, deze? Nou, oh, ja. Ja, duurde eventjes, maar toen kwam het antwoord. If I can help, but I got too strong arms. If I can help. Wat? Het duurde wel iets langer, er zat 6 jaar tussen. Maar... Ja. En toen dacht ik, zijn er niet ook nog veel meer artiesten die een vraag hebben gesteld en die een antwoord hebben gekregen? Ja. Nou. Do you know where you're going to? Do you know Ross. Where you're going to? Diana Ross? Ja. Nou, antwoord. We're going to be inside. Ja, dat is gek. Nog één? Hè? Nog één? Nog eentje? Ja? Van maan? Kom ik nog thuis of blijf ik staan? Ja. Nou, wie zou daar nou antwoord op geven? Nee, je hoeft niet naar huis. Oké, ik stap hem even hier. Ik denk dat we een beeld hebben. Schrikkelkalender ligt in de winkel. Heel veel dank voor je komst. Ik heb er heel veel van je geleerd. Laat je horen voor Ronald Snijder. Jullie bedankt voor het komen en jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Tot naar de morgen. Hoi. Oh, wacht, niet bewegen. Ik zie dat je je niet geabonneerd hebt op ons YouTube-kanaal. Dus goed dat we daar nu achter komen. Abonneer je maar gauw. Niemand hoeft het te weten. Snel, kom.